Oh, hallo. Ja, ik zit hier wat te mijmeren. Ik zal me even voorstellen trouwens. Mijn naam is Jack Ruiten. Kampenaar van geboorte. Ik woon hier mijn hele leven al. Van alles gedaan. In het dagelijks leven sta ik voor de klas. Ik zing. Ik speel af en toe toneel. Zowel thuis als in de stadsgehoorzaal. Entertain wat. Ik speel af en toe de kunstenaar, maar ik ben vooral verknocht aan kampen. Ja, waarom? Ja, omdat je hier geboren en getogen bent misschien, maar omdat die stad zoveel te zeggen heeft. In de komende tijd neem ik u mee aan de hand, zoals ik dat net denkbeeldig gedaan heb, naar plekjes in kampen die de moeite waard zijn, die een verhaal te vertellen hebben. Ik stel u voor aan mensen die hier misschien ook al hun hele leven al lang zijn. En die van alles hebben meegemaakt en van allerlei spannende verhalen te vertellen hebben over hoe het vroeger was en over hoe het nu is. En misschien herkent u dingen, maar ik weet ook zeker dat u dingen zult zien en herkennen waarvan u zegt van nee, dat heb ik nooit geweten. Ik ben hier misschien al honderden keren langs geweest. Ik heb het wel gezien, maar dat er dat achter zat, dat wist ik niet. Ja, en ik zit hier en ik denk, waar moet ik beginnen? Ik denk, ik begin de eerste keer bij waar mijn roots liggen. Mijn roots liggen namelijk op Schokland. Een voormalig eiland in de Zuiderzee, die in 1859 ontruimd werd. En een groot gedeelte van de 700 schokkers op het eiland moesten een plekje vinden. Een aantal ging naar Vollenhoven, een aantal ging naar Volendam. En nog een paar zochten een ander stadje rond die Zuiderzee, maar de meeste gingen naar kampen. 470 stuks, wel geteld. En die moesten allemaal een plekje hebben hier. En kampen was daar niet blij mee, zal ik u vertellen. 470 van die armoedzaaiers die naar kampen toe kwamen. Ja, 470. En die moesten dan in kampen. De gemeenteraad gaf te kennen dit met weerzin te hebben vernomen. Met weerzin. Want wat moesten ze met die armoedzaaiers? Het waren vissers, het waren trijpwevers. Dat zal ik u straks uitleggen wat dat is. Maar uiteindelijk konden ze dan toch nog een plekje krijgen in Brunnepen. Dus je moet je voorstellen, al die mensen kwamen hier naartoe. Met een bootje. Met een botter. Dat vergeet ik nog even te vertellen. Ik ben ook nog vrijwilliger bij de Botterstichting. Dat trekt me toch op de een of andere manier. Zo'n botter. Zo'n oude visserschuit. Dat heeft iets. En of dat nou in mijn genen zit, dat weet ik niet, maar het heeft iets. En het lag er hier vol mee. Ja, eigenlijk de haven hiernaast. Want deze is later uitgegraven. Dit is de nieuwe buitenhaven. En men moest plek zoeken, want er waren te veel van die oude visserschuiten die meestal half lek waren. En waar het gevaarlijk mee was om er de zee mee op te gaan. Dat lag hier vol. En daarom vond ik dit wel een leuke plek om te starten, om te beginnen. De schokkers in kampen. Hoe ging dat? Waar woonden ze? Hoe was het leven in die tijd? En is er nog iets van te zien? Nou, dat gaan we zo bekijken. Ik neem je zo dadelijk mee aan de hand. En we springen misschien wel op een ander onderwerp over, dat kan maar zo. Want het programma heet Van de Hak op de Tak met meester Jack. Nou, dit is al zo'n schuit, zo'n botter, waar men mee ging vissen in die tijd. Deze ziet er prachtig uit. De Kampen Botterstichting heeft er nog drie. Ik sta hier op de KP32 en dan heb je daar de KP118 en daarnaast de KP41. Die alle drie nog varen en varende gehouden worden door de activiteiten die de Botterstichting ontwikkelt. En gezelschappen kunnen daar gebruik van maken door aan boord te stappen en een tochtje te maken. En we doen mee aan wedstrijden in de landen waar botters tegen elkaar zeilen. Allemaal om dat visserschip van weleer nog een beetje in ere te houden. Prachtig schip met een vooronder waar gegeten werd en geslapen. Een kleine ruimte
hele kleine ruimte, bedompt. Je kon niet rechtop staan. Moest plat liggen. En eigenlijk was dit een beetje vergelijkbaar met de huisjes die de schokkers hadden. Want weet u hoe groot zo'n ruimte was van zo'n schokkerhuisje? 3,25 meter bij 4 meter. En dan alles beneden. In kleine bedsteetjes waar men bij elkaar sliep. Ja, daar lagen soms 5, 6, 7 man in zo'n bedstee. Vader en moeder rechtop zittend, want men zat vroeger in bed. En daaronder het ondergeschoven kindje. U kent het spreekwoord. Dan werd er een la opengetrokken en dan mocht je daar slapen. Het was het ondergeschoven kindje. En dan lagen er nog een paar in een alkoofje. Nou, het leven hier in het veronder was net zo. Bedompt, klein, maar wel gezellig. Want er was natuurlijk geen tv, er was geen radio, er was niks. En wat deden ze? Elkaar verhalen vertellen. Verhalen over het leven van toen. En die werden altijd geromantiseerd, mooier gemaakt dan het werkelijk was. Want het leven als visser was geen pretje. Het was een hard bestaan, met name op Schokland. In de winter was het helemaal slecht. Pure armoede. Tochtige huisjes. Schepen die niet uit konden varen vanwege de temperatuur en het ijs. Ja, en wat moest je dan? Je moest iets anders zoeken. En wat deden ze? Ze probeerden een weverijtje op te zetten. Het werden trijpwevers. Was dat nou weer? Trijpwevers. Nou, dat moet u zich voorstellen. Dat zijn stoelen die geen rugleuning hebben en geen zitting. En dat werd dan gemaakt van katoen, van stof. En dat weefden ze. En dat noemden ze trijpwevers. Als je in de annalen kijkt van de schokkers van vroeger, dan zie je er nog heel vaak achter staan. Berentoeter, ik noem even een schokkernaam. Trijpwever of visser. Dat was het. Gezinnen van 7, 8, nog groter misschien wel. Kinderen die niet oud werden, maar ook dat kunt u zich voorstellen. De medische zorg was er niet. En de omstandigheden waren het allerbelabberdst. Men had niets. Dus die kampen gemeenteraad zat helemaal niet te wachten op Schokland. In eerste instantie was het zo dat Schokland zou worden toegevoegd aan kampen. Nou nee, dat hoefden ze niet. Maar uiteindelijk, na een verzoek van burgemeester Gillot van Schokland, werd het toch ontruimd in 1859. 1 maart 1859 kwam de brief binnen. En binnen 4 weken moesten ze van het eiland af. Hun huis hebben afgebroken en wegwezen. Uiteindelijk kwamen ze in Brunnepen terecht. Een wijkje hier verderop. In Brunnepen. Een deel van Kampen. Een wijk van Kampen, maar een stadsdeel, een buurtschap. Die al ouder is dan Kampen. Die er al eerder stond dan de stad Kampen zelf. Daar, op die plek, waar nog meer armoedzaaiers woonden, moesten 470 schokkers een plekje vinden. Hoe dat ging, dat vertel ik u zo. Want er is nog een schokkerbuurt die oorspronkelijk bestond uit alleen maar schokkers. En hoe dat ontstaan is, dat vertel ik u zo. Gaat u mee? Er staat er nog één. Eén schokkerhuisje. En zo zag het eruit. Ja, van steen is dit natuurlijk. Op Schokland moesten ze een huisje afbreken. En elders weer opbouwen. Indien er een plekje was. En was er een plek? Eigenlijk niet. Dan was er een schokker schoolmeester. Zeg maar een vroegere collega van mij. En die kocht hier 2 huizen. En hierachter, het straatje hierachter, wat u zo dadelijk gaat zien, daar stond niks. Een grote tuin was er. En die 470 schokkers moesten een plekje hebben. Maar die hadden niet allemaal een plek. Er was er één daar en daar 2 en daar 3. Maar zo'n kleine 100 mensen vonden geen plaats, 97 om precies te zijn.
En wat deed nou die schoolmeester? Die had met de mensen te doen. Hij zei, weet je wat? Ik verdeel mijn tuin in 21 stukjes. In 21 stukjes van 3,25 bij 4 meter. Daar moeten jullie je huisje opbouwen van wat er nog over is van je huis op Schokland. En zet het maar in mijn tuin neer. En zo vestigden er zich 21 gezinnen in de Schokkerbuurt, wat later de Schokkerbuurt zou worden. De schoolmeester heette Arnoldus Legebeke. Onthoud die naam. En in 1860 had hij het ook op papier staan. Hij kreeg er van al die schokkers tezamen 500 gulden voor. Daarvoor moest ieder gezin 21 gulden en 81 cent betalen. Ik zeg het verkeerd, 23 gulden en 81 cent om precies te zijn. Daarvoor hadden ze een plekje en een huisje. Werd dat helemaal zo opgebouwd als dat er toen was? Nee. De schokkerhuisjes hadden een kenmerkende houten topgevel. Dat hadden de huisjes hier niet. Die werden wat eenvoudiger in elkaar gezet. Wat ze wel hadden, was een luik boven. Want zo konden ze de netten opbergen. Wanneer ze gevist hadden. En ze met hun netten vanuit de buitenhaven hier naartoe liepen. En dan gingen de netten door het luik naar boven op zolder. Dat was kenmerkend, zo'n luik. En, niet te vergeten, het onderdeurtje. Een klein mens wordt wel eens een onderdeurtje genoemd. Nou, dat is letterlijk, stamt dat af van een deur die in twee gedeeld is. Ze konden ze het onderste gedeelte dicht houden en het bovenste gedeelte open. En dan leunden ze op het onderste gedeelte van het deurtje om met de buurvrouw te kletsen. Of de buurman, of degene die toevallig langskwam. In deze straat, wilt u even kijken hoe het er nu uitziet? Kijk, vanaf de andere kant gezien, hier stonden die twee huizen en dan was dat de achtertuin. En kijk er even met mij mee. Hier stonden dus die schokkerhuisjes, het zijn inmiddels andere huizen geworden. Stonden er naast elkaar 21 stuks. En op nummer 1, zal ik je vertellen, dat is wel leuk om te vertellen. Op nummer 1, daar woonde mijn bedovergrootvader, Jacob Ruiten. Samen met een broer, een vader en een zus. En die visten ook. En later zijn ze gaan sigaren maken. Dat is een ander hoofdstuk. Daar kom ik een andere keer nog op terug, op dat sigaren maken in Kampen. Want dat was natuurlijk ook kenmerkend voor Kampen. Maar toen de schokkers hier kwamen, was het vissen. Nogmaals gezegd, bittere armoe. Ze kwamen hier aan in een schokkerklederdracht, die ze overigens tot het eind toe aan hebben gehad. Ze bleven die schokkerklederdracht dragen. En dat schokkertaaltje was ook zo bijzonder. Ik kan me nog herinneren van mijn opa dat hij een gedichtje had. Daar kwam in voor. Cerubijntjen, zalig kindje van omhoog, zei hij dan tegen mij. De rest weet ik niet meer. Maar dat was die schokkertaal. En in het Volendams kun je dat nog een beetje terug horen. Daar is die taal nog een beetje blijven hangen. Niet in het Kampers. Het Kampers is natuurlijk een totaal andere taal. Komt vanuit de oostelijke kant. En ja, hier hadden ze niks met die schokkers. Dus die taal die werd ook niet geaccepteerd. Maar ze bleven het spreken en ze bleven het uitdragen door middel van hun kleding. Want ze waren wel trots. Ondanks het feit dat het armoedzaaiers waren. Het waren trotse mensen. En ze dachten altijd met heimwee terug aan het eiland. De nazaten van die schokkers zijn er nog steeds. De toeters, de dienders. Ruiten uiteraard. De klappers, de grootjens. Bien. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Ze zijn er nog en ze dragen nog steeds die schokkerkleding wanneer ze optreden. Ik heb het over het schokkerkoor. Er is nog een koor met schokkernazaten, mannen en vrouwen, die zich kleden zoals dat toen de tijd de gewoonte was. Dus het wordt nog steeds in ere gehouden. En er is een schokkervereniging nog, ja. Met name de heer Bruno Klappen weet er ontzettend veel van en houdt het in ere door het allemaal bij te houden, op te schrijven, vast te houden en vast te leggen. We gaan even naar de plek waar het ooit begonnen is, waar ze aan land kwamen. En daar sluit ik vandaag mee af. Wie weet, tot zo.
Dag. Hier zijn we weer op een andere plek. Ik kom hier uit het Keizerkwartier. Een mooi plekje in Kampen waar we het later nog eens over gaan hebben. Maar Kampen was omringd door een stadsmuur met poorten en torens. Die allemaal een functie hadden. Op deze plek stond een vierkante toren. En vierkante torens gaven toegang tot de stad. Als je een vreemdeling was, dan zocht je niet naar een ronde toren, want het was een verdedigingstoren, maar een vierkante toren. En niet alle vierkante torens gaven toegang. Deze was in dienst als gevangenis. En had de toepasselijke naam de Wildvank. Een toren die de Wildvank heette. Het Wildvangen. Een ruimte van 10 bij 10 waar de gevangenen op elkaar gepropt werden, want dat zat regelmatig vol. Maar goed, we hebben het nu over de schokkers. En als u even met mij meeloopt, dan zijn we hier aangeland bij het schokkermonument. Het monument heeft nog wat voet in de aarde gehad. Zo zagen ze er dus uit. In deze kleding. Zo'n boezeroen. Een vrouwtje. Regelmatig met een kind op de armen. Want ja, veel ander vertier was er niet. In die tijd, zou ik maar zeggen. Wat wil je? Bittere armoede, ellende, een tochtig huis. Ja. Kinderen, ze werden niet oud. Vaak stierven ze al bij de geboorte. Maar goed, 470 van deze mensen kwamen aan. Hier, niet hier. Nee, daar, verderop. Daar legden ze aan en stapten wat onzeker op de wal. Onzeker omdat ze niet wisten waar ze terecht zouden komen. En nog met het gevoel, want 4 weken geleden hadden ze gehoord van jullie moeten van het eiland af. Hun eiland. Daar waar ze geboren waren, getogen, gepokt en gemazeld waren. Ja. En dan hier naartoe. Kampen, voor hun een grote stad. In de middeleeuwen had Kampen 13.000 inwoners. 13.000, 14.000, 15.000 in hoogtij. Was Kampen een van de belangrijkste steden in West-Europa. Wat denkt u hoeveel er in 1860 hier waren? Juist 13.000 inwoners. En 470 van die 13.000 inwoners waren schokkers. Maar waarom moesten ze het eiland verlaten? Was dat nou zo nodig? Ja, eigenlijk wel. Want er was 2 keer een stormvloed geweest. Extreem hoge vloed en orkaankrachtige wind. Waardoor het eiland afkalfde. En werd gespleten in noord en zuid. Een smalle balk, plank, was er nog over. Een plank die de verbinding legde tussen noord en zuid. Met aan de zijkant Dukdalven. Om het aanstormende water te keren en stenen. En je moest dus over zo'n smal plankje lopen om de overkant te bereiken, om van noord naar zuid te komen en weer terug. Er kwamen niet veel vreemden op Schokland, maar als er een vreemde was, dan hadden de schokkers een speciale techniek ontwikkeld. Ze liepen namelijk op die plank en hipten dan heel behendig op 1 been op zo'n dukdalf, lieten de voorbijganger passeren en hipten dan weer terug op de plank. Maar kwamen ze nou een bekende tegen, een schokker tegen, dan plaatste men zijn voet tussen de benen van de ander. Men pakte elkaar vast en maakte een klein rondedansje op de plank. En vervolgens ging men zijn weegs. Zo ging dat op Schokland. Was het achteraf nodig om Schokland te ontruimen door koning Willem II? Ik weet het niet. Er is nooit meer een stormvloed geweest. En dat heeft zo bijgelegen tot aan de inpoldering. De namen Emmeloord en Ens, plekken op Schokland, zijn bewaard gebleven. Want nu nog zijn steden vernoemd daarna. Ens en Emmeloord, we kennen de steden. Het waren ooit plekken op Schokland. Daar waar 700 schokkers in 1859 hun eiland moesten verlaten. En nogmaals gezegd, 470 kwamen er naar Kampen. Ik hoop dat ik u iets meegegeven heb van de historie en van het schokkerleven. Volgende keer gaan we Brunnep in en springen we weer
van de hak op de tak. Met meester Jack. Tot dan.